Mevrouw Simon. Dank u, voorzitter. Een tijdje geleden nam Betty Metzgebe contact met de fractie van Bijeen op vanwege een petitie die ze is begonnen om de parkeertarieven van de Bijlmer op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Sinds de zomer van 2014 is om de parkeerdruk te verlichten. Met name de parkeerdruk afkomstig van forensen en uitgaanspubliek in de Arenapoort. Daar is betaald parkeren ingevoerd in Bijlmer Centrum. Later is dit uitgebreid met de hele H-buurt. Tot zover een logisch verhaal en voordat iemand het vraagt, wellicht ook wel conform coalitieakkoord. Maar ook op feestdagen is er in de Bijlmer, in tegenstelling tot veel andere stukken van Amsterdam, betaald parkeren. En op feestdagen is er absoluut geen parkeerdruk van forensen, nog uitgaanspubliek. Zoals de petitie stelt, op feestdagen valt betaald parkeren alleen op de schouders van bezoekers die hun familie en vrienden willen bezoeken. En daarom dienen we een motie in om betaald parkeren in Zuidoost op feestdagen af te schaffen. En dat doen we in gezamenlijkheid met, even kijken of dit hem is, met collega Yilmaz. En ik heb... Ik heb nog een motie, maar ik geloof dat dat een reservemotie was. Dus ik hou het hier even bij.